Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Wouter Remus. Ik ben alles en alles al aan het klaarmaken voor een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Jawel. Dus ik wil achtbanen gaan testen. Ik wil zo gelijk The Ride to Happiness, The Nemesis Reborn 2024, die ook weer al helemaal is nagebouwd van Alton Towers in Engeland. The Ride to Happiness die is helemaal volledig nagebouwd van Plopsaland van Plopsaland de pannen. Dimitri, juist zijn. Juist met de informatie. Plopsaland de pannen, daar staat The Ride to Happiness. Wat gaan we dan ook nog doen? We gaan ook nog een paar pretparkjes dan ook doen. Wel, ik zie hier al die Ride to Happiness. Ik ben die al aan het testen. Oh, die gaat echt, dat gaat echt heel mooi zijn. Ja, dat gaat echt heel leuk zijn. Die is echt heel mooi nagebouwd in Planet Coaster, echt waar. En ik wil er ooit ook terug eens naartoe gaan. Ooit. Ja. Dat is mijn doel. Maar nu ga ik, straks even aan, dus om kwart na moet ik vertrekken richting Salvator ziekenhuis. Ik moet MRI-scans gaan nemen. Niet leuk. Ik wens dat niemand niet aan. Of niemand niet toe. Hoe moet ik het ook bezien? Nice achtbaan, The Ride to Happiness. Allee mensen, ik zie jullie zelf misschien nog in de Salvator ziekenhuis. Tot straks allemaal, yo yo yo. Zo mensen, kijk eens waar ik ben aangekomen. In het Fiesta ziekenhuis hier, Salvator ziekenhuis hier in Hasselt voor de MRI scan. En nu ga ik alles, ja, kijken waar ik naartoe moet. Zo mensen, 720 nu. Zo mensen, ik ben terug uit het ziekenhuis. Ik ben ook even te lijsten binnen geweest, hebben jullie misschien gezien via de livestream. Er moet ook een vlog gemaakt worden, daarom dat ik ook stop met live te gaan. Dat ik het dan mijn vlogcamera ter wereld kan bovenhalen. En toch nog weer al wat beelden voor jullie kan maken. Maar ik vind het nog altijd geweldig hoe die vooraan is geworden. Die mens van de tractor, chapeau. Het was nog een jonge gast die dat heeft gedaan. Die is toe. Bij mij gaat alles automatisch. Ziet, hop, de liftdeur gaat toe. Nu gaan we naar boven. Voilà, lift gaat, de deur gaat terug open. En nu moest er iemand achter mij staan. Dan had ik mij wel beschoten. Ga je dat niet menen? Wat? Dat die maar 2 dagen goed is, die koffie. Niet naar gekeken. Nee. Oh, mannetjes. Ja. Hier staat een datum op. Ik weet niet als dat. Tenminste, houdbaar tot. Ja, 29.08.2025. En we zitten 24. Dimi toch, hè? Ja. Oh. Ik ga subiet nog een sandwichje met choco eten. Jee. Dan heb ik toch nog wat eten kunnen binnenkrijgen in mijn lichaam. Dan ga ik eens beginnen aan de koffie, als dat mag van jou. Ja, maar ik heb iets eten. Ja, wat gaat jij eten? Ik heb geen... geen brood, ja. Dan moet je 1 sandwich van mij nemen, die ene laatste.
Voilà, ik ga nu de koffiepot uitwassen. Hier. Er zit totaal geen koffie meer in, zie ik. Dan dit open doen. Amai man. Gaat moeilijk open. En voilà, de koffie ga ik hierin doen dan. Voilà, de koffie zit erin. Dan de koffiefilter de vorige eruit halen. Deze ga ik nu even weggooien. Dat is ook gebeurd. Dan ga ik jullie hier opzetten. Koffiefilter nemen. Deze twee randen altijd plooien. Waarom? Ik weet niet waarom dat ze dat doen. Als iemand dat weet, laat het ze alsjeblieft eens in de comments weten. Waarom moet je eigenlijk die koffiezakjes altijd zo plooien? Dat voel ik me ook altijd al af. Voilà. Daar heb je dan twee mensen bij die met deze vraag zitten. Waarom ploot je uw koffiezakjes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en een beetje. Voilà. Ah, daar. Als het een hond was, beet hij mee. Ik was het extra aan het zoeken. Dus, ja, je ziet het ook. Iemand vanuit de chat heeft gevraagd voor een huistour te geven. Maar je ziet het zelf hier ook al. Hier ligt ook al heel veel rommel. Ik ga dat eens allemaal eens te goed eens opruimen. En dan zal ik nog eens een huistour geven. Voilà. Nu warme water erin doen en dan kan ik de koffie opzetten. En dan kunnen we zelfs binnen 5 minuten eten. Wat fijn. Jij ook. Voilà, het water gaat hierin. Met half erlangs. Voilà. En dan laat de koffie niet meer doorlopen. Dan pak ik ook nog de boter. Moet je je hesp hebben? Nee. Oké. Dan. De laatste stand, u ziet dit niet op, zonder. Je pakt dan eentje van die. Oké. Dan ga ik eens eten. Voilà, de koffie is door aan het lopen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik ga eens scheren. Want ik zeg het, dat begint te jeuken. Hè. Te jeuken, te jeuken, te jeuken, te jeuken, te jeuken, te jeuken, te jeuken. En nogmaals, te jeuken. Daarvoor gebruik ik Gillette Series scheerschuim. En het werkt kalmerend, staat erbij op. En voor gevoelige huid. Oké. Dus die gebruik ik meestal. Dus daar gaan we er maar eens aan beginnen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier met de timeslap. Yo, yo, yo. Straks dus naar Maxi Zinnekooi
te hebben schoongemaakt. Ik zal het zo zeggen, ik en mijn lieverd gaan dat samen doen. Ik ga me ook nog een heerlijke douche nemen, straks. Voordat ik ga slapen. Voilà. De laatste stukjes heb ik juist weggeschoren die nog erop hangen. Voilà. En nu richting de woonkamer terug gaan. Naar mijn liever toe, want die had juist iets gezegd. Maar ik ga jullie daarvoor laten. En ah ja, by the way. Waar ik ook al bezig ben voor jullie. Ja, eigenlijk een klein beetje voor mij een hobby. Kijk eens hier. Ik heb hier een hele lijst van Planet Coaster. Al die pakken, die ben ik nu zo bezig dat die ook de laatste Missing Tool Kit items ook aan het downloaden zijn voor jullie, voor het beeldwaar materiaal ook te kunnen bekijken hoe die prepbike er ook uitziet. Laat dan ook daar wat meningen achter, hoe jullie het van vinden, hoe ik het heb gefilmd. Als jullie een eigen prepbike hebben, laat het mij dan ook weten, dan kan ik daar ook een kleine review van geven. Maar nu, werkenstime. Tot straks allemaal, jojojo. En opnieuw zie ik een fout in mijn vlog. Dus naast die van gisteren. Ik heb hem niet afgesloten. Weer al niet. Wat hebben we dan daarna nog gedaan? Dus we zijn dan met Maxi zijn we dus naar haar thuis gegaan. We hebben die daar dan ook weer al rustig neergezet en al. Noem maar op. Ja, en dan ben ik gewoon terug naar mijn thuis gegaan. Heb ik op mijn bed gelegen. Zitten te woelen, pijn van de rug. Dan ben ik hier nog naar hier verhuisd. Naar mijn zetel nog tijdens de nacht. Maar dat gaan jullie ook wel zien voor de vlog van morgen. En voor de... Ja, ik zie ook dat de vlog iets minder dan een kwartier heeft geduurd. Wat jullie nu hebben naar gekeken hebben. Ik probeer ook soms dus niet te lange vlogs te maken. Omwille van, er is ook weer zoveel commentaar op geweest. Oh, weer een uur vlog, weer een uur vlog, weer een uur vlog. Oké, dan probeer ik daar ook wat rekening mee te houden. Dat ik het dan weer al zo wat is in een kwartiertje doe, dus een half uurtje en soms wel eens een uur vlog. Dat hangt er ook dan weer al af van hoe ik me die dag ook weer al voel. Dan wil ik ook nog even de gelegenheid gebruik ook maken dat ik toch nog een bijkoppeling doe aan deze vlog. Ik ga even ook weer het licht weer eens aanzetten. Ik heb ook een bericht richting Discord mensen. Jullie moeten geen zorgen hebben over Maxi. Ik heb daar een hele mooie tekst ook neergezet. Hallo. Voor Maxi is er al een oplossing voorzien volgend weekend. Dus eigenlijk deze weekend. Daar moeten jullie niet in jullie kop steken van zorgen. Maxi krijgt alle zorgen wat hij ook verdient. En Bea doet dat goed. Dus stop met medelijden te hebben. Dankjewel voor de aandacht. En dan nog iets. Hoe wij leven, ik en Bea, moeten jullie ook niet in jullie kop steken. Het gaat prima tussen ons. Ben ook ondertussen aan het verminderen met roken. En dat is aan het lukken. Dus ook dat is binnenkort van de baan waar ik blij om ben. Maar ik en Bea doen het op onze manier om te stoppen met roken. Dankjewel. Want hier gaat het de laatste tijd over roken Maxi. Echt waar? Pak eens een leukere onderwerpen dan dat. Hier zitten ook minderjarigen op. Dus hou het AUB deftig. Dankjewel nogmaals voor de aandacht. En nu ga ik aan de vlog werken. Of anders zal het opnieuw te laat online komen. En dat is nog niet de bedoeling. Voilà, dat heb ik ook nog even al in de wereld gegooid. Van Discord. Ah ja, 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 ja. En ook bij het vuurwerk ben ik iets vergeten te editen. Juist van Xlan en...
Ja. Oké, ja. Daar heeft Tuzia die mij ook even op aangesproken. Sorry daarvoor. Maar nu gaat het terug wat een rustige tijd zijn. Ga ik ook een beetje verder opletten van wat hebben die dag dan weer gedaan? Moet er nog iets extra's in dit worden? Ja, dat moet. Voilà. Bij deze, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dingelingeling. Dan blijf je op de hoogte wat er gebeurt op mijn YouTube kanaal. Tot later allemaal. Yo.